In Eben Kieken gaat ons panel elke dag op zoek naar cultuur of erfgoed in onze provincie. Vandaag gaat Bart Eben Kieken bij... De synagoge in Groningen. Welkom allemaal. Mijn naam is Jel. Ik ben hier vrijwilligster voor de stichting Volkeringenstraat Synagoge. Er wordt gevraagd om een kippeltje te dragen. Tuurlijk. Je wordt ook geteld als volwassen man. Oh, nou dat is in ieder geval voor het eerst. Dan komt u verder. Dit is een orthodox-Joodse gemeente. De vrouwen die kwamen door de vrouweningangen en die kwamen helemaal naar het balkon. Beneden zitten alleen de mannen. Hier komt er nog eentje aan. We hebben er nu 2. En we hebben eigenlijk 10 volwassen mannen nodig om überhaupt de dienst helemaal te kunnen doen. Waar moet ik daar beginnen? Ja, van rechts naar links lezen inderdaad. Ik probeer te kijken, maar dit is echt... Ja. Alles lijkt echt zoveel op elkaar. Het is maar net wat je ervan weet natuurlijk. Zo kun je het bijhouden. Zo ja, lees ik wel, toch? Of ja. Moet ik, ja, toch? Het is een jatje. Een jatje? Ja, een jat. Het is allemaal heel symbolisch en heel erg rituelen. Maar op die manier en op die manier. En dat vind ik wel indrukwekkend. Dit zijn overblijfselen van de mikwes. Dat zijn rituele baden. Het is dus niet een reiniging van het lichaam, maar een reiniging van de geest inderdaad. Een moment met God. Het is pas net opengebroken, zeg maar. Sinds een paar maanden is dat ontdekt. Een paar maanden pas? Ja. Wow. Oh, het is hier koud. Normaal ga je op vakantie en dan heb je wel een kerk in om te kijken van, oh, mooie kerk, even kijken. En dat doe je gewoon waar je zelf woont, dat doe je gewoon niet. Dat is eigenlijk best wel raar. Dus in zoverre zou ik wel zeggen van, als het open zijn op zondagmiddag, moet je gewoon even een keer naar binnen lopen, want het is wel mooi om te zien. Morgen weer, Eben Kieken.